vicepresident van de Republiek Suriname, de minister, bijzonder de minister van Economische Zaken, die onze gastvrouw is vandaag, tegenwoordiger van DNA, de vaste commissievoorzitter. Het bijzonder leden van de Suriname Business Forum, die net geïnstalleerd zijn, overige aanwezigen, dames en heren, laat mij starten door mijn felicitatie over te brengen namens de regering aan de net geïnstalleerde leden van het Suriname Business Forum. Als we vandaag dit forum installeren, dan gaan we terug naar ons aantreden als nieuwe regering en de periode ervoor waarbij wij heel nauw de private sector, de business community, vakbonden geconsulteerd hebben. En reeds voor ons aantreden hebben wij verschillende momenten gehad van goed overleg, dialoog en hebben ook mogen ervaren als regering die op dat moment gevormd werd, de goede bijdrage die wij gehad hebben van de partners, Sociaal Maatschappelijk Middenveld, om dit allemaal te verwerken in ons herstelplan. En ik zeg mijn dank daarvoor. En natuurlijk hebben we dat overleg voortgezet na ons aantreden. De Sociaal-Economische Raad is geïnstalleerd. Inmiddels hebben we ons tripartiet overleg ook al geformaliseerd. En vandaag zijn we hier met ons Suriname Business Forum. Dat zijn mechanismen die bijzonder belangrijk zijn om draagvlak te creëren, om besluiten te nemen. Draagvlak te creëren om ook de richting aan te geven hoe de private sector ingericht zal moeten worden, mede tegen de achtergrond van globale ontwikkelingen, maar ook die ontwikkelingen die bijdragen aan de nationale situatie, maar mede tegen de achtergrond van onze financieel-economische crisis. Omdat de crisis die van de globale wereld op ons afkomt, enorme grote gevolgen heeft. En als we daarop onvoldoende antwoord kunnen geven, dan kan dat leiden tot ernstige gevolgen in de private sector, de teruggang van bedrijfsactiviteiten, maar ook de mogelijke sluiten van bedrijven, werkloosheid die ontstaat. En tegen die achtergrond is het goed om die bundeling te hebben. Omdat bij alle organen en bij afzonderlijke partners er enorm veel deskundigheid aanwezig is, kennis, ervaring. En als je dat allemaal bundelt en dat inzet voor de ontwikkeling van ons land, dan kunnen we gezamenlijk één weerstand bieden tegen die dreigende ontwikkelingen die impact hebben op ons. Maar ook nationaal samen nagaan welke maatregelen we hier te landen moeten treffen om weerstand te kunnen bieden. We kijken naar de stijging van de containerprijzen. We kijken naar de stijging van de olieprijzen in de wereld. We kijken naar de stijging van de prijzen van staal en zoveel andere producten die direct impact hebben hier op onze economie, op de bouw, maar ook welke negatieve impact heeft op de koopkracht. En hiervoor moeten we een nationale bundeling hebben om van gedachten te wisselen, omdat al deze ontwikkelingen impact hebben naar de samenleving en die hebben dan ook impact naar het bedrijfsleven, de private sector, de vakbonden, naar de werknemers, naar de overheid. Dus nogmaals, wij als regering waarderen ten zeerste, minister, dat we vandaag dit orgaan hebben kunnen installeren. Ik voer u terug afgelopen dagen, waar ik net terug ben van Glasgow, Schotland, waar bijna alle regeringsleiders aanwezig waren. Om daar ook draagvlak te zoeken. Maar wat misschien hier slechts in de kijker is gekomen, is namelijk dat de regeringen daar waren, de leiders van de verschillende landen. Nee, de private sector was daar ook aanwezig. Internationale NGO's waren er aanwezig, nationale NGO's waren er aanwezig.
heel wat partners waren daar aanwezig om daar ook draagvlak te zoeken voor ook grote dreigingen die ook in feite gecreëerd worden door de mensen. Namelijk de global warming, de stijging van de temperatuur. En als we zo doorgaan, dat de kans heel groot is, reëel is, dat wij als aarde, ons planeet, niet meer gaan bestaan. Nou, wat moeten we daartegen doen? We moeten nu beslissingen nemen. Beslissingen niet alleen op het niveau van de overheid, de regeringen, maar ook op het niveau van de private sector. De bedrijven die ook zorgen voor uitstoot, de fabrieken die zorgen voor uitstoot, maar ook de individuen die zorgen voor uitstoot. En ieder draagt daartoe bij. En als we dan maatregelen moeten treffen, dan moet er ieder ook een bijdrage leveren om die maatregelen te treffen dat we de mensheid kunnen beschermen, ons planeet kunnen redden. En dan is het begrijpelijk waarom we dat ook op nationaal niveau moeten gaan doen, omdat we slechts sterker worden door samenwerking. En dat komt bovenop nog kijken. De financiële economische crisis hier, de coronacrisis met ernstige impact op de samenleving, op het bedrijfsleven, op het totale beleid, ook van de overheid. En ja, we zitten al pakweg anderhalf jaar met de coronacrisis en u merkt, we hebben het toch nog steeds niet onder controle. En u merkt de discussies in de samenleving waar we enerzijds bezig waren de natie te versterken. Nation binding, je bromtjidjari. Zien we daarbinnen ook spanningen ontstaan over wel of niet vaccineren. Groepen die gevaccineerd zijn en groepen die nog twijfelen om zich te laten vaccineren. Dames en heren. Er is maar één weg om het hoofd te kunnen bieden tegen coronavirus. Omdat er geen andere optie is. Dat is vaccineren. En ik heb met heel wat regeringsleiders daar gesproken. Landen die al boven de 90% zijn met vaccinatie. Daar is bijna alles al genormaliseerd. De maatschappij is genormaliseerd. De economie is genormaliseerd. Men maakt nu inhaalslag. En dat is wat we nodig hebben. Dat had ik aangekondigd vanaf het moment van de vaccinatie. Laten we proberen voor eind van dit jaar 75% gevaccineerden te halen in onze samenleving. En ik hoop dat lukt. Maar we zitten rond de 40% nog. Dat is nog te laag. En we zitten nog steeds op code paars. In de samenleving, code zwart, in het ziekenhuis. Laten we alles doen om onze maatschappij, de samenleving weer naar het nieuwe normaal te brengen. Door een ieder op te roepen om zich te laten vaccineren. Voor wat betreft de financiële crisis, daar zijn we als regering erin geslaagd. Om binnen 15 maanden na ons aantreden, een failliete boedel, een lege kas, een ernstige crisis, een ongekende crisis, wat door deskundigen van IMF gezegd wordt als ze dat vergelijken met de landen in de wereld. Een schuldencrisis van ruim 165% van je GDP. Een hele hoge inflatie. Een begrotingstekort van ruim 20%. Zijn we binnen 15 maanden erin geslaagd die nationale financiële huishouding onder controle te krijgen. Op ons eigen kracht. Met ook die nationale inspanning door overleg te hebben met bedrijfsleven, met vakbonden.
door maatregelen te treffen in de sfeer van inkomstenverhoging, door maatregelen te treffen in de sfeer van uitgavenvermindering, maar ook maatregelen naar de sociale sector toe, om de samenleving te beschermen, om die koopkracht daar nog te kunnen handhaven. Het is ons gelukt. Die internationale schuldencrisis van ons, daar zijn we al ver gevorderd. Met onze schuldeisers, door afspraken te maken. Maar al deze afspraken zijn gekoppeld uiteindelijk aan het resultaat van wat wij met IMF als resultaat bereiken, samenwerking bereiken, akkoord bereiken. En het overleg is geweest afgelopen week in Glasgow, waar de managing director van IMF persoonlijk is afgereisd en heeft overleg gehad met ons, met mij als president, heart to heart, one-on-one, rechtstreeks. Maar waarbij we onze standpunten kenbaar gemaakt hebben. Maar we hebben zeker ons standpunt kenbaar gemaakt, IMF. 6 maanden geleden had je ons al gevraagd deze prior action in place te brengen. En daarna zou IMF inkomen. En we hebben het gedaan 6 maanden geleden. En na 6 maanden is IMF nog niet aan boord. En dat heeft zware impact naar onze samenleving. En dat heeft hele zware impact naar onze burgers die offers brengen. Omdat het hele programma nu op onze eigen kracht uitgevoerd wordt. Terwijl de afspraak was, het zou uitgevoerd worden met financiële injectie van IMF. Financiële injectie van IDB en financiële injectie van World Bank. En we zijn nu alleen die we uitvoeren. Gelukkig goed gesprek. Heel goed gesprek. Vertrouwen. Uitstralend. Commitment. Maar ook leiderschap tonend. Waarbij zij uiteindelijk gezegd heeft. Ja, we gaan nu naar die approval board. The coming days, coming weeks. Nee, eerst zei ze coming weeks. Onze delegatie zei coming days. En hopelijk is het, wordt het inderdaad coming days. Dat daar gebracht wordt. IDB, daar hebben we vorig maand gesprek gehad in New York. En eergisteren heeft hij hun commitment gelezen. 450 miljoen. De Wereldbank is 2 weken geleden gekomen hier. Binnenkort hoort hij ook hun commitment. Step by step komen we. Natuurlijk is het vertraagd. Natuurlijk is hierdoor het traject vertraagd. Dat onderkennen we, dat beseffen we. Maar we plegen nog overleg om die inhaalslag te maken. Dan hebben we ruim 1,5 miljard US dollar voor de komende 3 jaartjes. Om het land te ontwikkelen. En daar moet u een bijdrage leveren. Hoe gaan we ermee om? Wat zijn de prioriteiten? Wat zijn de kansen? Hoe loopt het met de regionale samenwerking? Hoe vaak communiceert u met Business Forum van de Caribische regio? Hoe intensief is het contact met Business Community Guyana, waar wij als regeringen goede afspraken maken met betrokkenheid van het bedrijfsleven? 2 weken geleden heb ik ook gesproken met de nieuw gekozen president van Frans Guyana. Ook daar afspraken maken, business to business cooperation. Bent u ready daarvoor? Straks hebben we grote summit volgend jaar met de presidenten van Guyana, Brazilië, Suriname, waar Colombia te kennen gegeven heeft in Glasgow, zullen ook mee participeren. Frans Guyana. Om zuiden van Guyana en noorden van Brazilië als een economische zone te gaan bestempelen. Bent u ready daarvoor? Om die business te doen. Om met die investeerders te gaan praten. Daarvoor is dit voor. Die oil en gas, die geen ver van mijn best show meer is. Over 3 jaar staat de productie. En die olie, multinationals, die zoeken nu al contracten. Met wie? Local content. Is local content ready om mee te participeren met die grote olie- en gasexploitatie? Is uw bedrijf wel ready? Voldoet uw bedrijf aan de internationale standaarden om mee te kunnen participeren? Dat zijn die grote uitdagingen.
En laten we dat nu gaan bundelen, die kennis en deskundigheid. Laten we alle internationale expertise halen om ons te brengen naar dat niveau. Dat we optimaal kunnen profiteren als local content van de mogelijkheden die gaan ontstaan door die oil and gas industry. Dames en heren. Met deze zaken denk ik dat het vrijwel helder is. Wat de belangrijkheid is van dit forum. Dat er grote uitdagingen zijn. En laten we dat, die kansen allemaal gaan inzien en benutten. Laten we elkaar niet gaan tegenwerken. Laten we niet tegen elkaar gaan concurreren. Positieve concurrentie mag. Maar niet concurreren in de zin van zoals dat in het Surinaams. Ik weet niet of dit woord in andere woordenboeken voorkomt dan in Suriname. Dat is een van die krabbenmentaliteit. Laten we dingen loslaten. Laten we elkaar ondersteunen. Want als we dat niet gaan doen. Als we met elkaar gaan blijven vechten. Gaan anderen met die opportunities ervan door. Gaan anderen met die opportunities ervan door. En laat er goed overleg zijn. Vakbond, bedrijfsleven. De wereld kijkt naar verschillende zaken. Als ze hier willen komen investeren. Maar rust is een van de zaken. Goed bestuur. Transparantie. En minister, met dit forum, we zijn heel laag op de lijst van easy doing business. Laten we zo snel mogelijk ook een bijdrage leveren. Dat we klimmen op die lijst. Bureaucratie weghalen, obstakels weghalen, belemmeringen weghalen, corruptie weghalen. ICT inzetten om dingen te versnellen, te bespoedigen. Over enkele weken installeer ik een platform, een ICT-platform, business, private, overheid. Ze moeten bij elkaar, moeten bundelen. Om alles goed te laten verlopen. Mijn mensen, leden. Ik denk dat het duidelijk is dat we met de installatie vandaag en de toespraken we u een enorme taak geven. Om zo snel mogelijk aan de slag te gaan. Dat u zo snel mogelijk bij elkaar komt. Om de taken en functies goed met elkaar af te stemmen. De werkgroepen gaat installeren. De activiteiten gaat identificeren en verdelen. En aan de slag gaat. En ons als regering minister regelmatig verslag doet. En als er zaken zijn die op het niveau van de regering verder aangepakt moeten worden. Dan kijken we uit ook naar die voorstellen. En natuurlijk willen wij als regering in goed overleg zijn, constructief overleg zijn met u, om samen te werken aan de ontwikkeling van ons mooie land. God bless you all, gefeliciteerd, nogmaals, thank you.